Dan heb je ineens heel veel geld geïnvesteerd 1,5 jaar geleden om de winkels te bouwen zoals ze er nu staan. En dan valt ineens de markt in elkaar. Ja, dat was heel erg schrik. Hij heeft echt slapeloze nachten gezorgd. Op weg naar restaurant Comer in Egmond aan Zee voor de opname van NV Noord-Holland Noord. Talkshow en podcast voor, door en met ondernemers, onderwijs en overheid. Ik ben Danielle Vaas en we staan in mijn winkel in Den Helder. Ik heb 3 concepten in 1 pand gebouwd. Dat is Leon Das Bonbons, Multifly en Yamin. Ik ben de winkel ingestapt met 18 jaar, samen met mijn moeder. En sinds 2011 doe ik het zelf. En in 2018 ben ik verhuisd. En sinds 1,5 jaar zit ik hier in mijn nieuwe pand. Ik kom van een oude locatie af, die werd gesloopt. En ik zit nu in de winkelstraat van Den Helder, dus de Beatrixstraat. En het gaat hier heel goed. Het is een groter pand, veel meer zitplek en het snoep trekt heel veel meer extra mensen aan. Ja, we zijn natuurlijk uniek in Nederland met 56 verschillende soorten gebak. Elke dag dagvers vanuit Limburg. En ik heb 180 soorten schepsnoep. En wat internationaal candy, dat kan je nergens anders kopen dan bij Yamin. Dus daarin zijn we uniek in Nederland. Ik heb schuin hier tegenover 3 jaar geleden een ijssalon met 36 Italiaanse smaken geopend. Het is een cadeauwinkel. Mensen komen hier alleen wanneer ze blij zijn. Een ijsje kopen, snoepjes kopen, bonbons weggeven of wanneer ze jarig zijn en gebak halen om te trakteren. Thuis of voor collega's. Dus het is een geschenkwinkel, het is een hele vrolijke winkel. We hebben niet te maken met lastige klanten. Het is vooral elke dag gewoon echt een dikke glimlach op je gezicht. En mensen een hele fijne dag wensen. Hey, een klein jaar geleden zat je in de NV Noord-Holland Noord in Den Helder, in jouw Den Helder. Ja, klopt. Vertelde je prachtige verhalen over je zaken. Ja. Hoe is het nu met die zaken en met jou? Nou, met mij gaat het goed. Het is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd. De zaken gaan ook goed. We gaan gelukkig weer een beetje de iets meer normalere tijd in. En is het heel abnormaal geweest? Ja, het is wel abnormaal geweest. Maar ik denk dat het niet alleen voor mij als ondernemer geldt, maar voor iedereen ook als mens. Het was natuurlijk heel erg schrikken dat corona in één keer opkwam. Dus er is heel veel onzekerheid geweest. En ik denk dat dat iedereen van ons wel heeft geraakt. Want jij zei, ik zit in de tractatiemarkt. Ja. Wij tracteren onszelf of anderen op jouw lekkernijen. Ja. En dan gaat mensen dat dus opeens in de coronatijd niet of nauwelijks dat nog doen. Dat klopt, ja. Waar bij mij gemiddeld normaal 3,8 fly per klant wordt besteed. 3,8 fly per klant. Dat is tussen, best veel. Tussen 7:30 en 10:00 zakte dat ineens naar 1/2. De aantal klanten waren natuurlijk veel minder. Mensen mochten niet meer bij elkaar zitten. Dus men trakteert ook niet meer op het werk. Hè. Thuiswerken werd heel erg gestimuleerd. Dus dat heeft mij zeker geraakt. Ja, was heel erg schrikken. En toen je in de gaten had wat de volle omvang van die crisis zou kunnen worden, wat gebeurde er toen? Want je bent ondernemer. Je hebt daarin geïnvesteerd. Ja. Je bent daar in Den Helder aan de slag gegaan. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Nee. En dan gebeurt er dit. Bam, klap. Nog maar 1/2 fly per persoon. Ja. En toen? Ja, en dan heb je ineens heel veel geld geïnvesteerd 1,5 jaar geleden om de winkels te bouwen zoals ze er nu staan. En dan valt ineens de markt in elkaar. Ja, dat was heel erg schrik. Hij heeft echt slapeloze nachten gezorgd. Los van het feit dat ik heb wel een dagproduct. Dus ik zit niet zoals in de kledingmarkt. Met een volle winkel met seizoenskleding die wel al betaald is, maar waar geen klanten voor komen. Ik kon gelukkig vrij snel mijn voorraad natuurlijk beperken op de dag af. Dus die eerste maandag hoorden we, de zondag ervoor, dat we dicht moesten. Waarbij het nog heel even onzeker was, moet ik met Multifly dicht of mag ik open blijven? En ik viel onder de bakkers. Dus ik mocht wel open blijven, alleen de levering die ik 's nachts binnenkreeg, ja, er kwamen geen klanten die maandagochtend. Dus die heb je? Die heb ik 's avonds allemaal weg moeten gooien. Oh, dat doet heel zeer. Ik dacht, die heb je zelf opgegeten, maar nee, dat was nee, te veel. Nee, daar is echt te veel voor. Zeker als je rekent 3,8 fly per klant. Ja. Dus dat was een klap. Ja. En dan gaan ineens overal de paniekbellen of de alarmbellen gaan ineens aan. Want ook voor de bakkerij, ja, men gaat ineens heel voorzichtig bestellen. Als ondernemer denk je, ja, als dit een paar dagen duurt, is het oké. Okay, maar als dit langer gaat duren, ja, dat is gewoon eng. En kon je toen het duidelijk werd dat het langer ging duren, voor jezelf een nieuwe strategie bedenken? Waarmee je het leed deels kon verzachten? Ja, ik heb gelukkig ook de ijssalon. Het voordeel van de ijssalon was ook, daar mocht ik wel mee open blijven. Het werd mooi weer. Alle mensen zaten thuis.
Dus er kwamen daar wel wat euro's binnen. Alleen aan de Multifly kant hebben we heel snel geschakeld met franchisegever. Die heeft heel snel een app gebouwd die voor aan de landelijke website geplaatst werd. Dus waar je normaal bij WW Jamin of WW Multifly op de landelijke website kwam, kwam je nu in een app van de ondernemer. Maar dat is een aardige geste van zo'n franchisegever. Ja, zeker. Jij bent de nemer. Ja. En in dit geval is het dezelfde, hè? Jamin, ja, Jamin en Multifly van één. Dus die hebben hun lokale franchisenemers gesteund. Enorm. Door ja. ze op het internet naar voren te halen. Ja. Of met die app naar voren te halen. Ja, en ja. daardoor kon je als ondernemer. Kijk, normaal krijg ik landelijke bezorgingen wel binnen. Maar nu kon ik als ondernemer heel één op één met klanten communiceren en proberen iets meer te verkopen. Of juist lukte aan dat? Hun. Dat is met Pasen heel erg gelukt. Zeker met de Jamin kant. Multifly is natuurlijk een heel erg tractatiemoment, familiebijeenkomst. Dat is met Pasen echt minder geweest. Dus dat heb ik heel hard gevoeld aan die kant. Maar bedrijven gingen bij Jamin heel veel paaspresentjes bestellen voor medewerkers die toch al thuis aan het werk waren. En we hadden brievenbuspakketjes. Dus we hadden 50 verschillende soorten paaseitjes. Dat pakketje kon je inpakken en dat paste precies door de brievenbus heen. Dus daar heb ik wel heel veel van op de post gedaan. Je wordt ook heel creatief, hè? Ja, dat is wel zo. Ja, en je gaat ineens van waar we normaal 's ochtends alleen bezorgen, ga je naar de hele dag bezorgen. Hè, klanten komen niet meer naar jou, dus je moet zorgen dat jij bij de klant op de stoep staat. Je hebt iets van 20 mensen die voor je werken. Ja. Hoe is het met die mensen? Goed. En werken ze ook nog allemaal voor je? Ja, los van één meisje, die zat net een week toen dit uitbrak, zat ze in de proeftijd. Daar ben ik heel eerlijk tegen zijn, hè? Of tegen geweest. Iets anders kan niet. Ik heb gezegd dat het hele onzekere tijd is. En tegen haar gezegd dat ik er niet aan durfde te nemen. Maar wel de belofte gedaan dat mocht het weer beter gaan, dat ik er als eerste zou bellen. En de rest, omdat mijn winkel wel open bleef, had ik wel de personeelsleden had ik gewoon nodig. Alleen daar waar alle scholieren die voor mij werken ook ineens thuis zaten, want die hadden natuurlijk thuisles en niet meer op school, dus en veel korter les. Dus die wilden ineens allemaal werken, maar die uren had ik gewoon niet. Ook nee. omdat je personeelsleden natuurlijk niet te dicht bij elkaar mag laten werken. Dus waar normaal op hele zonnige dagen 4, 5 man in de ijssalon stond als personeel samen te werken, kon dat nu door die 1,5 meter, kon dat maar met 2. Ja, en als je nu naar de toekomst kijkt, hoe schat jij in dat het jouw zakelijk nou zal vergaan de komende tijd? Nou, kom je weer op de been? Ik hoop dat de omzet zoals het de laatste 2 weken gaat, dat dat doorgang vindt. Dan kom ik straks hopelijk in de zomer weer een beetje op een normaal niveau. Maar ik heb er zeker vertrouwen in. Ja, mensen blijven gelukkig jarig en mensen blijven eten en mensen worden blij van ijsjes. Dus ik zit in die zin op de markt waar altijd wel iets te vieren valt. Hoe gaat het met collega-ondernemers bij jou in de straat, in de stad? Heb je veel contact onderling? Ja, ik heb heel veel contact. Ik zit in de leukste straat van Den Helder. Ook de meest bruisende straat. En wat is de leukste straat van Den Helder? Dat is de Beatrixstraat in Den Helder. Juist, dat vindt iedereen in Den dat Helder? Natuurlijk vindt iedereen dat. Okay. Maar ik heb heel veel collega's, dat zijn restaurateurs. Zijn natuurlijk heel lang dicht geweest. Zijn angstig geweest ook. Zijn nu weer open. En toch wel wat voorzichtig. Er blijven toch wel wat mensen weg. Reserveringen blijven wat achter. Dus die staan er net iets anders in dan ik. Ik geloof dat ik dan net aan de goede kant zit. Dat mensen weer samen mogen werken. Weer mogen trakteren. Dus het is voor hen harde werk voor minder geld. En ben je bang dat dat voor Den Helder, als de economische crisis komt, want er komt een economische crisis. Ja. Hoe diep en hoe groot die is, weten we niet. Maak je wel eens zorgen over die leukste straat van Den Helder en omgeving, van hoe die er dan over een jaar bij staat? Ja, onze straat is redelijk nieuw. Dus er zitten, zelfs op de hoek bij mij was een restaurant, dat was net 4 weken open. Ik hoop dat die jongens het halen. We communiceren heel veel met elkaar, we brainstormen heel veel met elkaar. We hebben gelukkig door de gemeente Den Helder wel meer meters gekregen buiten om terrassen te mogen uitbouwen. Dus ik hoop dat ze zonder al te veel kleerscheur daar afkomen, ja. Ja. Is er in die tijd iets gebeurd wat jou heel erg heeft geraakt, wat je altijd wel bij zal blijven? Binnen je eigen bedrijf of daarbuiten, maakt niet uit. Ik heb een vaste klant al jaren, ik denk inderdaad al 20 jaar, dat is Henk. Henk zijn vrouw zit in een verzorgingstehuis en ik had Henk op een ochtend echt met dikke tranen in de winkel, want hij had net het nieuws gekregen dat hij niet meer naar zijn vrouw mocht.
Dat heeft mij echt geraakt. En vrienden van mij die hebben de oudere tour opgezet in Den Helder. En die gaan met een band langs verzorgingstehuizen. Dat heeft mij heel erg geraakt. En daarbij op de zakelijke markt. Ondernemers kijken veel meer en anders naar hun personeel. Er werden bedankkaartjes gestuurd. Er werden gelukkig wat bedanktaartjes gestuurd. Dat blijft mij wel bij. Er is meer oog voor elkaar, denk ik. Ja. En denk je dat dat ook op de lange duur zo blijft? Dat we dat daar hoop ik. Blijvend dus meer aandacht voor hebben, voor personeel, voor leuk zakelijk contact onderling. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat iedereen, hè, want dit heeft ons allemaal geraakt. Of je nou ondernemer bent of in loondienst of een thuisblijfmoeder. Het heeft ons allemaal geraakt. Ik hoop dat hier wel iets van blijft hangen. Het is helemaal niet zo slecht om wat oog te hebben voor elkaar en voor je omgeving. Dus daarin vind ik het een positief verandering. Wat denk je dat er in jouw eigen manier van zaken doen sowieso verandert? Is er al iets waarvan je in beeld hebt, nou dat gaat dus nooit meer of juist heel veel gebeuren? Het allergrootste tractatiemoment van Multifly is toch wel Pasen Moederdag. Dat is in duigen gevallen, maar daardoor ben ik inderdaad op een andere manier gaan ondernemen. Bezorgen krijgt veel meer aandacht, dat blijft ook zo. Gelukkig hebben Jamin en Multifly besloten, de app blijft ook zo. Dus er is veel meer aandacht om mensen cadeautjes te geven. En daarmee, dat blijf ik zeker doen. Dat wordt alleen maar groter nu, denk ik. Oké, dankjewel. Dit was NV Noord-Holland Noord. Talkshow en podcast voor, door en met ondernemers, onderwijs en overheid. Elke week publiceren we nieuwe gesprekken op nvnhn.nl.